allemaal en van harte welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Dit is Tom en in deze video wil ik jullie graag even een update geven over deze Thermotornax kolonie. Want zoals jullie weten heb ik natuurlijk enige tijd geleden een video geüpload met dat ik de kolonie ging verhuizen naar dit bakje toe. En dat we dus een dode koningin hebben gevonden. Alleen zojuist heb ik zeg maar de kolonie voorzien van nieuwe fruitvliegjes en zo. En zoals je ziet, er zijn best wel wat miertjes die dus daarop afgekomen zijn. En ik weet ook niet zeker, maar het lijkt erop dat deze kolonie dus een tweede koningin had. En als dat zo is, zou dat natuurlijk super leuk zijn. Want zoals je ziet, kruipt er nu een grotere mier op het reageerbuisje. En die is volgens mij toch wel wat beduidend groter dan de overige werksters. En ze loopt nu aan de bovenkant van het buisje. Nou, als dat zo is, is het natuurlijk super leuk nieuws. Want ja, dat wil dus zeggen dat dus deze kolonie door zou kunnen groeien als dit zo is. Nou, laat in ieder geval weten in de reacties wat jullie denken. Zoals je kunt zien zit ze daar volgens mij aan de ingang van het reageerbuisje. En zij is toch wel duidelijk groter. Ja. Nu die kleine mier erbij zit, ben ik er toch wel bijna zeker van dat dit gewoon een koningin is, zeg maar. En ja, laat vooral natuurlijk weten in de reacties wat jullie denken. Want dat helpt mij natuurlijk met het bevestigen van dit. Het zou natuurlijk super leuk zijn, want het viel me ook ineens op dat er weer heel veel mieren waren en zo. En als dat zo is, dan... ja, is het natuurlijk super leuk nieuws. Kijk maar eens, hij is echt wel groter dan de mier die achter op dat stokje zit. Nu kon je het eigenlijk goed zien en dat zou betekenen dat zij hier in het hoekje de koningin is. En dat wil dus zeggen dat deze kolonie dus gewoon in ieder geval twee koningen had. Kijk, en nu zie je haar mooi naar boven toe lopen. Het is een beetje moeilijk scherp te schellen, want ja, het is door een bakje heen natuurlijk. Nou, vind je in ieder geval deze video leuk? Laat dan natuurlijk zeker een like achter. En ben je nieuw op dit kanaal, vergeet natuurlijk niet te abonneren. En volg mij natuurlijk ook even op Instagram. En laat zeker een reactie achter of jullie het ook zeker weten dat dit volgens mij in ieder geval een koningin is. Ik ben natuurlijk wel heel erg enthousiast zoals je kunt horen aan mijn stem. Want volgens mij doe ik allemaal verschillende woorden door elkaar gebruiken. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is alleen maar super leuk natuurlijk. En ik ben er vrijwel zeker van dat dit de koningin was. Of is. Is, moeten we zeggen. Is.